Een van de plekken tijdens de feesten waar je rustig van muziek kan genieten is de Stevenskerk. En dit is ook de plek waar singer-songwriter Marieke Jager al vaker heeft opgetreden. De afgelopen jaren is ze juist presentatrice van deze concerten. En daarom zijn we ook heel blij dat ze er is. Hier is Marieke Jager met Another River. Once again we looked for you. Do you know you hurt us too? When everything is broken, beat the fear, you pretty boy. There's too much you will destroy. When everything is broken, the clan, hard to find a troubled man, and all we need is daylight. Build the boat, you stubborn boy, fight the water, feel the joy. Toch wel op een van de mooie plekken tijdens de feesten, die Stevenskerk. Maar ik heb nu toch ook wel een mooi uitzicht voor je geregeld, of niet? Het is echt fantastisch. Ja, ik ben hier nooit geweest. Heerlijk. Je kent de Vierdaagse feesten van verschillende kanten. Je hebt er opgetreden, je presenteert de concerten in de Stevenskerk. Ja. Wat is die Vierdaagse feesten voor jou? Ja, nou voor mij is dus, ik ben inderdaad, voordat ik hier kwam wonen was dat volgens mij, stonden wij één keer op de kade nog. Dat is heel lang geleden. En toen maakte ik dus ook kennis met de feesten en dat was helemaal te gek. Toen kwam ik hier wonen en toen kwam ik in die kerk. En ik moet zeggen dat omdat ik daar 3 of 4 keer heb mogen spelen en nu het presenteer, is dat eigenlijk gewoon mijn honk. Wat is dat geheim van de kerk? Want
Het is ook wel een van de publiekslievelingen, die locatie. Mensen gaan er graag heen. Is dat dan die rust of wat is dat? Ja, het is echt een rustpuntje in tussen de feesten inderdaad. Dat voel je gelijk als je binnenstapt, is het gelijk zo'n stilte. Maar wat ik heel gaaf vind, en ik heb het natuurlijk van twee kanten gezien, is dat als muzikant word je gewoon uitgedaagd om iets anders te doen vanwege de akoestiek. Als voor de muzikanten en voor het publiek. Want het is best moeilijk hè, om in een kerk te spelen, heb ik wel eens begrepen. Ja, we hadden ook het eerste concert, waren we met de hele band. En de drummer had het, dit is best wel moeilijk. Weet je, die heeft zich heel goed kunnen aanpassen. Je moet gewoon minder spelen, wel energie geven. Terwijl heel veel bands denken, je moet dus geen energie geven, want het galmt hier zo enorm. 8 seconden, geloof ik. En toen zijn we daarna als duo gaan spelen. Toen heb ik nog een keer in mijn eentje mogen spelen. Rond middernacht in het donker. Toen hebben ze de kaars aangedaan als uitzondering. En toen was er een Zuid-Afrikaanse oehoe-uil, als ik het goed zeg, die was erbij. En ik weet niet, mensen die daarbij zijn geweest, die vergeten dat ook nooit meer. Maar je kan met een bandlid op een podium staan, maar als er een uil naast je zit, dat is echt niet normaal, want hij was ook zo groot. Hele grote kijkers. En dan is het dus donker in die kerk. Ja, dat was echt. Maar er is iets aan de hand. En dat is heel lekker. Weet je, ik hou ervan als het net niet helemaal. Ik ben heel erg van de controle, maar ik vind als muzikant eigenlijk heel fijn als het allemaal niet onder controle is. Want dan gebeurt er nog iets. At night they gather, old broken men, sailors in the heart of the open sea, and every evening they rise, and how could they know that they are awaited by the moon, the moon. Here comes the night to wash it away. Here comes the night to wash it away. Every cloud shows her face, and every wave follows her touch. Soft as the wind blows, she whispers, it's too late for us, it's too far to love. No one will remember the long gone. Here comes the night to wash it away. Here comes the night to wash it away. To wash it out.